Dit is mijn boek waarover ik ga voorlezen en vertellen. Het heet De Schippers van de Chameleon. De schrijver is H. de Roos. En de illustraties zijn van G. van Straten. Het verhaal van de chameleon speelt zich af in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het gaat over twee jongens die veel kattenkwaad uithalen, maar ook vaak goede dingen doen. Die twee jongens heten Hielke en Sietje Klinkhamer. Ze zijn een tweeling en lijken sprekend op elkaar. Ze zijn ook allebei 12 jaar en zitten in groep 8. En Sietje is vastberaden en fel, terwijl Hielke gemoedelijk van aard is. Ze wonen in het dorp Lente en hun huis ligt aan een vaart. En die vaart komt weer uit op een groot meer. De vader is Smit en de jongens helpen vader graag naar schooltijd. En de familie Klinkhamer is niet rijk, heeft geen auto, geen boot en ook geen fiets. Op een zondag komen Hielke en Sietje met een nachtpak thuis van het slootje springen. En moeder is heel erg boos, want ze hebben zondagskleding aan om naar de kerk te gaan. Dus zo kunnen ze niet meer naar de kerk, dus moet ze verstraft naar bed. Voordat moeder naar de kerk gaat, gaat ze nog even de vuile kleding van de jongens wassen. En ze hangt de schone kleding op de waslijn. Dan komt mevrouw Bleker en die zegt, het is toch schande, u kan toch niet de was op zondag ophangen. En de jongens die boven liggen te slapen horen dat. En als de familie naar de kerk is, gaan de jongens uit bed op zoek naar de was van mevrouw Bleker en hangen het op haar waslijn. En dan gaan ze terug naar bed. En ze horen de familie terugkomen. Maar ze horen ook mevrouw Bleker en die zegt, wie heeft dat gedaan om mijn was op mijn waslijn te hangen? Ik bel meteen de politie. Maar uit niets bleek dat de jongens aan de poets hadden gebakken. Op een andere dag komt er een stuwboot aanvaren van een motor die zo goed meer loopt. En de schipper van de stuwboot ziet de smid. En zet de boot aan de kant en loopt naar de smid toe. En vraagt aan de smid of de smid de motor wil repareren. En dat wil de smid. En na onderzoek zegt de smid, nee, ik kan de motor niet meer repareren. De motor is stuk. En dan zegt de schipper van de stuwboot, nou, heb ik er niks meer aan. Toen koop voor een tientje, zegt de smid, ach, moet ik er mee? En die jongens die staan ernaast en die horen dat. En die zeggen, pa, voor ons, en welke boot alsjeblieft. En die jongens zijn dolblij als vader de boot heeft gekocht. En ze noemen de boot Chameleon, omdat hij telkens van kleur lijkt te veranderen. Dit is een chameleon, jongens. Hij lijkt telkens van kleur te veranderen. Op een andere dag is er een windhoos op komst. En iedereen sluit de ramen en deuren. En Hielke en Sietje, die naar buiten kijken, zien de auto door de lucht vliegen. En dat zeggen ze tegen vader. En dan gaan ze met z'n drieën erop af. En ze zien dat de auto in de sloot is gevallen. En ze zien ook dat het de auto van de dokter is. En ze rukken de deur open, dat lukt niet. Ze tikken het ruitje in. En zien dat de dokter een knijltje door het stuur. Dus rukken het stuur los en trekken de dokter naar hen toe. En later is de dokter zo blij dat ze hem gered hebben van de verdrinking. Want zijn vader stegelt er bij zijn kin. En de dokter zei, die auto is toch helemaal kapot. Heeft u misschien nog iets aan? Zegt vader Klinkhamer, ik heb er wel wat aan. Maar hij zou niet voor mij zijn, maar voor de jongens. Die hebben u gered. Die hebben u gezien. En dan zegt de dokter, oké jongens, die auto is voor jullie. En Hielke en Sietje zeggen, ja, ik hoop dat er nog een goede motor in zit. En later blijkt het ook, er zit een goede motor in. En zetten we hem ook in de boot. Nu hebben de jongens ook een motorboot. En nu ga ik een stukje voorlezen. De jongens zijn bij de boterfabriek. Vanuit het kantoor zag de directeur ze lopen. Jongen Zut en Hielke en Sietje. En hij dacht, wat een brutaliteit om hier terug te komen. Toen zag hij tot zijn verontwaardiging dat ze een onbeheerde fiets grepen.
snel mee vandoor gingen. Nee, maar, zei hij kwaad, dat gaat te ver. Driftig greep hij naar de telefoon en belde de politie op. Hallo Zwart, met de boterfabriek. Die twee jongens van Klinkhamer, maar die hebben hier net een fiets gestolen bij de boterfabriek. Vlug, ga erachteraan. Zwart vergat zijn uniformbed op te zetten en met zijn jasje nog los rende hij de deur uit. Daar zag hij de beide dieven aankomen. Kijk, Zwart eens, wacht eens, ziet ze. Hij heeft het zeker warm. Wat doet hij dan? Vreemd, vond Hielke. Zou ze zijn bed gestolen hebben? Vlak voor de jongens ging Zwart op de weg staan. Stak zijn hand omhoog en bulderde met zware stem. Halt, in naam der wet. Stop, Hielke. Maar omdat ze nog een flinke vaart hadden, kon Hielke niet zo vlug remmen. En ze reden Zwart bijna omver. Deze ging met een ruk het stuur, met het gevolg dat ze alle drie over de grond rolden. Daar heb ik jullie lelijke fietsendieven, snauwde Zwart. Geef die jongen stevig in een kraag. Maar dit is onze eigen fiets, riepen de jongens verontwaardigd. Maak dat je gootje maar wijs, zei Zwart. Ik ken duidelijk de oude fiets van meneer Siegsma. Dat klopt, Siegsma heeft een nieuwe gekocht en wij hebben deze van een cadeau gekregen. Cadeau, smaalde Zwart. Ach, wat aardig van hem. Vooral als je weet dat Siegsma nogal royaal is, hè? Vooruit, leugenaars, zullen jullie zijn lesje leren. Slipte de hevig tegenspartelende jongens het plein over naar het gemeentehuis, waar achter een aantal cellen gebouwd waren. Mevrouw Bleker, die de vrouw van de dominee naar huis bracht, zag met verbazing hoe haar buurjongens met geweld over straat werden gevoerd. En vol afschuw zei ze: ziet u dat? Ik gril met gedachten dat Cor met zulke jongens omgaat. Ik zal hem morgen meteen naar huis sturen. Ondertussen werden Hugo en Sietje achter slot en grendel gezet. En ging Zwart met de fiets op weg naar meneer Siegertsma. De veldwachter belde aan en alle vriendelijks lachend vertelde hij de verbaasde Siegertsma dat hij met zijn doortastend optreden de jongens had ingerekend voor de meneer zijn fiets. Want zo besloten ze helaas, het is toch uw fiets, niet waar? Siegertsma, die het verhaal met stijgende verbazing had aangehoord, antwoordde kortaf: je vergis je. Die fiets, die is van de jongens. Ze hebben hem echt van mij cadeau gekregen. Zwart keek de man met open mond aan. Dus vervolgde Siegertsma: ga je gauw maar gauw herstellen. Tot de dienst, meneer, zei Zwart. En hij ging heel wat minder opgewekt terug dan hij gekomen was. Zwijgen maakte hij de zelden open en zonder één woord te zeggen wees hij de jongens hun fiets. En hij ging daar meteen weg. Hielke en Sietje keken verbaasd naar. Hij is niet helemaal meer normaal, denk ik, zei Hielke. Laat voor mijn part in de lucht vliegen, mopperde Sietje en greep de fiets. Even later reed ze vrolijk door het dorp. Toevallig zag de directeur van de boterfabriek en rijden en opnieuw belde Zwart op. Hallo Zwart, met de boterfabriek. Die twee jongens rijden hier net weer voorbij op de gestolen fiets. Zwart antwoordde toen iets eerbiedig en smeet woeste woorden op de haak. En die volgende dag moeten de jongens bij de burgemeester komen. En ze denken dat ze op hun kop krijgen. Maar in plaats daarvan krijgen ze iedere medaille voor het redden van de schippersknecht. Nu is het woensdag. Ja. En nou heb je de leesbeurt gehad. En wat zei de juf, hoe je het gedaan had? De juf zei, ik kreeg een dikke groet. En ik werd ook nog AVI-test door juf Peter. Ja. En nu zit ik in AVI 9+. Dat is een AVI uit. Ik ben helemaal uit. Dus dan kan je haast nooit meer getest worden. Nou, fantastisch. Echt fantastisch, hè? Gefeliciteerd. Ja.